De Forensische Opsporingsdienst is momenteel bezig met onderzoek naar de aanleiding van de brand op het industrieterrein in Weurt. Na de brand van afgelopen dinsdagnacht sprak burgemeester Bruls zijn zorgen uit over de frequentie waarmee er branden op het terrein voorkomen. De vlammen braken voor de derde keer in een maand tijd uit op hetzelfde industrieterrein. Bruls noemt de ontwikkelingen zorgelijk. Elk incident is er één te veel, laat hij weten. Tijdens het onderzoek vond de politie een aantal trailers naast de uitgebrande loods, waarin materialen voor een hennepkwekerij werden aangetroffen. De brand ontstond omstreeks 1:30 in de nacht en in eerste instantie leek het om een snelle klus te gaan, maar al snel werd de brand opgeschaald.